Waar Bitcoin en dus crypto ooit begon om juist volledig los te komen van de bestaande financiële en monetaire systemen, lijkt dat vandaag de dag steeds minder aan de orde. De reguliere financiële sector die toch een stevige invloed blijkt te hebben op de waardeontwikkeling, daar heb ik het dan over van Bitcoin. Bijvoorbeeld rondom de inflatie en de inflatiecijfers. Hoe kan het dat dat juist nu zo'n grote impact heeft op crypto? Zeker als we even wel helemaal teruggaan naar het begin, waar Bitcoin natuurlijk ooit voor is bedacht. Eigenlijk als een manier om helemaal los te komen van de bestaande financiële systemen. Geen centrale partijen, geen banken, geen overheden die daartussen konden komen. En ook zeker geen sturende maatregelen die konden worden getroffen. Zoals bijvoorbeeld het bijprinten van meer bitcoins om op die manier ja, de balans weer te kunnen herstellen. Allemaal zaken die niet aan de orde zijn en dat is allemaal heel bewust. Maar toch zie je vandaag de dag. Dat de inflatiecijfers van met name de VS en in beperkte mate ook vanuit Europa een flinke invloed kunnen uitoefenen op de waarde en de koersontwikkeling voor bitcoin. Hoe dat dat nu precies kan, terwijl dat juist niet de indruk of het idee erachter is geweest, dat gaan we hierin even kort bekijken. Sowieso is het goed om te weten dat bitcoin nog steeds geldt als hedge tegen inflatie. Ja, het heeft daar wel enige correlatie mee. Het kan wel beïnvloed worden door de cijfers die daarom naar buiten komen. Dus ook wat daadwerkelijk de situatie is in een land. Maar dan nog geldt dat het voor heel veel landen, ook al hebben we daar hier misschien niet zo'n last van, nog steeds een veel stabielere valuta is dan de eigen fiat-valuta. Landen waarin de inflatie bijvoorbeeld in de honderden of tientallen of nog ergere procenten per jaar loopt. Eh, ja, daar is Bitcoin natuurlijk nog steeds een heuse uitkomst, omdat dat dan een relatief stabiel goed is. Dus dat is goed om weer te realiseren dat het nog steeds als uitvlucht dient voor heel veel verschillende landen. Op de lange termijn blijkt ook nog steeds dat Bitcoin het altijd. Beter doet dat dat dus ook in dat opzicht altijd nog een hedge tegen inflatie is gebleken, dus ook in dat opzicht blijft het interessant en dat zie je ook terug bij steeds meer bedrijven die bijvoorbeeld zeggen: Wij gaan Bitcoin aanhouden op de balans als hedge tegen de huidige inflatie. Daarin komt de narrative van Bitcoin als inflatie-hedge dus ook steeds meer tot leven en dat zie je ook bij steeds grotere bedrijven, zelfs op overheidsniveau. Dat er in sommige gevallen al daadwerkelijk daarbij het woord wordt gevoegd, maar vooral over wordt gesproken. Zoals nu, het meest recente voorbeeld, en het meest dichtbij misschien ook wel Duitsland. De stevige verkopen die daar de afgelopen periode gaande zijn geweest, waar toch ook vanuit de eigen politiek hele kleine geluiden komen van kritiek, waarin juist wordt gesteld dat dit een uitgelezen kans is om extra Bitcoin aan te gaan houden op de balans als hedge tegen onder andere inflatie. Maar hoe kan dat nu? Dat we ondanks dit allemaal toch een correlatie daarin zien. Nou, ook meteen diezelfde grote partijen die daar in zekere zin een rol bij spelen. Op het moment dat de grote investerende partijen ook Bitcoin hebben ontdekt, ja, gaat dat dichter naar elkaar toegetrokken worden. Je gaat dus zien dat de partijen die het heftigst reageren op CPI-cijfers en inflatiedata, ja, ook met grote zakken geld in Bitcoin zitten. Want hoe werkt dat mechaniek precies? Als de inflatie hoog is, ja, betekent dat dat die moet worden gedrukt. Want de meeste overheden die mikken op een gemiddeld percentage van zo'n 2% inflatie per jaar. Nou, daar zitten we de afgelopen jaren stevig boven. En dus moeten er maatregelen worden getroffen. En die bestaan over het algemeen uit het verhogen van de rente. Op die manier, als een centrale bank dus het duurder maakt om geld te lenen door de rente te verhogen, wordt het minder interessant überhaupt om geld te lenen. Dat wordt duurder. Maar zijn de rendementen die daar tegenover moeten staan ook ja, hoger? Er moet meer rendement worden gemaakt om dat überhaupt terug te verdienen en daarom is dat minder interessant. Op het moment dat de inflatie begint af te nemen, geeft dat dus ook weer kans aan centrale banken om de rentepercentages langzaam maar zeker te verlagen. Dat betekent dat ook het grote geld lenen met name weer goedkoper wordt. Dat gaat daarom ook makkelijk gebeuren en al dat goedkope geld wordt dan vervolgens door die bedrijven weer in de markten geduwd, waar dat daar rentementen opvallen te behalen die hoger zijn dan de rentekosten. Nou, dat gebeurt natuurlijk veelvuldig bij obligaties, bij de aandelenmarkten en sinds een aantal jaren dus ook bij crypto. En nu hebben we echt vrij recent, dat is echt iets van de afgelopen jaren, de ontwikkeling gezien dat die grote investeringspartijen zeker met de komst van de ITS bijvoorbeeld ook deze mogelijkheden zien en krijgen en die ook daadwerkelijk gaan aangrijpen. Het grote geld gaat dus steeds meer invloed uitoefenen op ook de crypto-sector. Daarom dat we dus vandaag de dag zien dat deze data een stevige invloed heeft ook op de waardeontwikkeling van Bitcoin. Omdat de partijen die daarin zitten uh, daar een sturende rol in hebben. En ook de partijen die misschien niet tot die grote institutionele giganten behoren, dat ook zien en daarop anticiperen, daarop gaan handelen. En dat kan dus ook de beweging van die koers mee gaan trekken. Maar vergeet niet, ondanks dat is het nog steeds voor een groot gedeelte van de wereld een ontzettend goede hedge tegen inflatie. En zie je toch ook dat steeds meer bedrijven dat gaan doen, omdat het gewoon een heel erg actueel onderwerp is.